Paragraaf 10.3, opgave 27. Ik heb vandaag maar één uitlegje, dat is dit komend stukje. En daarna doen we twee opgaven samen en dat zijn 35a. En als ik het goed heb onthouden, 37a. Het huiswerk is ook maar tot en met 37, dus rustig beginnen, hè? Ja? Nou, opgave 27, kijk mee. Teken de vectoren A en B zoals hiernaast en teken in deze figuur OC, OD, OE enzovoort. En wat kun je dan zeggen bij B van de eindpunten van de in A getekende vectoren? Nou, laten we het eerst maar eens eventjes gaan doen. Je hoeft niet mee te tekenen, ik zal het voor jullie doen. Kan je meekijken. Ik heb A en B getekend, misschien wat klein, maar dan past er misschien nog iets op, want het is best wel een wat uitgebreider figuur. Nou, de eerste, dat was OC. En de vector OC, dat is A plus een half B. Dus ik heb vector A. En dan moet ik een halve vector van B bij optellen. Dat is geen goed begin van een jaar, hè, te laat binnenkomen. Nee, ik ga snel zitten. Ik heb vector A en dan moet ik de helft van B bij optellen. Als ik kijk naar vector B, 4 hokjes opzij, 1 omhoog, dat wordt dus 2 hokjes opzij en een half omhoog. Mee eens? Ja? Dus dit wordt C. Oh, wel een rechte pijl alweer, hè? Mee eens? Dus vector is altijd gewoon parallel aan... Ja. Even weinig eraan achterleggen. Dus deze erachter leggen en dan maar de helft in dit geval. Nou ga ik naar OD. En OD, dat is A plus B. Nou, ik had net al een halve B erbij opgeteld. Nu moet ik er een hele B bij optellen. Dus deze gaat in zijn geheel hierachter worden gelegd. Dus 4 hokjes opzij, 1 omhoog. D komt daar te liggen. Ja? Ik heb helemaal OC niet getekend. Ik moest deze niet tekenen. Wie, hè? En die. Ga ik verder. OE. Daar moet ik door tekenen. A plus 2 maal B. Wat gaat er dan gebeuren? Achter D. Nog eentje deze erbij leggen. Dus 4 opzij. 1 omhoog. En daar komt E. Ik ga niet meer tekenen. OF. Achter D en niet achter A. Ik moet twee keer B erbij optellen. Dit is al één keer B. Oh ja. En dan start de tweede B. Ja? OF. A. Min. Een halve vector B. Dus ik heb A. En dan moet ik de helft van deze van afhalen. Wat betekent dat? Andere kant op. Dus vier hokjes opzij. Eén naar beneden, maar daar de helft van. Dus dan zit ik hier. Dus F komt daar. Hebben we er nog één? Nou, nog twee zelfs. OG. A min B. Wat gebeurt er? Gewoon weer naar links. Nog verder naar links. Maar mevrouw, dit hebben we toch al gehad? Bij 10.1, dan deden we het zelf. Hebben we het al in deze? Ja, toen hebben we leren tekenen. Maar nu hebben we steeds hetzelfde. Ik ben bijna klaar. Ik snap wat je bedoelt. En wat hebben we hier? A min 2b. Wat gebeurt er hier? Nog verder. Nog verder, hè? Dus die komt hier. H. He, 4 opzij, 1 naar beneden. Wat valt je op? Goh, wat zou je toch opvallen? Al die punten liggen op één rechte lijn. En dat was de vorige keer niet, vind je? Ja? Je hebt gelijk met wat we moesten tekenen. Hé, en wat valt hier nog meer op? Ze liggen allemaal op een rechte lijn. Die lijn is evenwijdig aan OD. En deze lijn is evenwijdig aan OD. Dus alles gaat, of de uiteindelijke lijn gaat door A. Hé, je mist nou het belangrijkste anders. Deze lijn, die punten liggen op één rechte lijn. Die lijn die gaat door A.
en is evenwijdig aan OD. Hebben we hem? De lijn gaat door A en is evenwijdig aan OD. Hij gaat dus sowieso altijd door A voor iets wat niet B is. Ja, omdat we hem steeds A en daar moeten we wat bij optellen of ervan afhalen. Ja, maar als hij gewoon niet evenwijdig is aan B, dan gaat hij dus sowieso door. Want dan uiteindelijk schrijf ik toch. Ja. Ja, hebben we hem? Nou, en nou moet je wel even meeschrijven. Want ik heb gewoon een aantekeningetje. En ik vind deze zwart toch niet zo goed schrijven. Dus dan hoop ik dat deze het nog doet zo na de vakantie. Het woordje vectorvoorstelling, dat wordt voortaan afgekort met VV. Hebben we hem? Vectorvoorstelling wordt VV. Nou, daar komt hij. Een vectorvoorstelling. VV, dan weet je dat in het vervolg, ja? Van de lijn. Van de lijn door de punten. A en B is dubbele punt. Nou, dat zijn weer onze vectoren, hè, die we voor de vakantie hebben gehad. Ook goedemorgen, ook al goede voornemens die nu al afgesteed kunnen zijn. Ja. Ja? Ik heb het liefst nog maar gisteren. Is helemaal goed, ga lekker zitten, Wesley. Is een vector A plus een aantal keer B min A. We doen zo meteen een rekenvoerdeugje ermee hoor, dat je weet wat het allemaal is. Nou, dit is onze richtingsvector. Ja, is de lijn door de punten A en B. Kan je iets niet lezen? Hij kon het is niet lezen. Is. Dat maakt het verschil. En dit noemen we de steunvector. Even terug naar ons voorbeeld van opgave 27. Dit is nog steeds onze vector A van daarnet. En dan is dit onze OB waar alles evenwijdig aan was. Nou, we hebben ook nog een parametervoorstelling. Of een parametervoorstelling. Nee, het is parametervoorstelling hoor. De klemtoon moet anders, maar ik weet dat iedereen parameters zegt. Een parametervoorstelling komen we ook strakjes tegen. Dit hebben we afgekort tot PV. Van een lijn is bijvoorbeeld x is 3 plus 2t, y is 4 plus 2t. Komen we strakjes tegen, dus geen problemen nog ervan maken. En dan zou je strakjes nog wat zien. En dat wil ik ook vast voor zijn, dat je niet denkt van, oh, ik heb het fout gedaan. Want ik heb andere getallen, maar dat kan. Want als je deze richtingsvector hebt, richtingsvector, niet de steunvector, maar de richtingsvector gaat het over. Als dat min 10, 15 is, dan is dat evenwijdig aan, wie denkt dat hij het weet? 15, 10. Nee, want dat was linksom naar rechtsom draaien en zo. Waar zou dat evenwijdig nou zijn? Hè? 10 naar links, 15 omhoog. Zou dat niet dit kunnen zijn?
Oh, ja? Oh, ja? Jullie begrijpen nu wat ik bedoel? Ja. Als laten we zeggen vereenvoudigen. Oké. Ja? Min 2 en 3. En min 10, 15 zijn evenwijdig aan elkaar. Maar ook... En waarom mag deze dan ook? Nou, hè, want ik heb hier gedeeld door 5. En wat heb ik dan van hier naar daar gedaan? Gedeeld door min 5. En dat mag ook. Want dit is 2 naar rechts, 3 naar beneden. En dat is hetzelfde als die. Alleen ga je dan eerst de andere kant. Kom je op dezelfde lijn uit. Ja, je zal strakjes misschien, als je je huiswerk gaat zitten maken, dat je dan net een ander dingetje hebt. Maar kijk even goed of het vereenvoudigd toch dezelfde is. Ja, want dat kan. En dat mag. Dat is altijd leuk op een toets als iedereen wat anders heeft van mij. Ja, maar dat geeft helemaal niks. Nou, gaan we naar het voorbeeld. Op de volgende bladzijde. Kan die er nog onder? Ik hoop het. Het voorbeeld. En dan hebben we, de lijn L gaat door de punten P en Q. 3,4. En Q 5,6. Stel een vectorvoorstelling op van lijn L. Nou, ik moet een vectorvoorstelling opstellen. Dat ziet er dus zo uit. Wat is er? Hè? Je mag wel. Oh, je wil het al zeggen? Ja, mag. Dat is 2 min 2. Hoe kom je aan 2 min 2? Ik wil nou wat jij nou zegt, dat je dat opschrijft. Want dat is je berekening. Ja? We gaan beginnen. Hij komt zo meteen langs. Ik weet hoe je aan die 2 en 2 komt hoor. X en Y is. Wat zou de steunvector zijn? Punt P of punt Q? Zit hier. Maakt het uit. Nee, maakt helemaal niks uit. Dus je mag één van de twee pakken. P. Doe we P. Ik zal altijd degene nemen met de makkelijkste getallen, hè? Maar goed, 3 en 4. Het maakt hier niet zo van uit, deze zijn lager. Plus T maal. En nou komt er is van zijn vrouw op, kwam je aan die 2, 2? Tussen. Ja, tussen? 3 en 5 en 4 en 6. 5 min 3 en 6 min 4. Ik begin altijd weer achteraan. Net als bij, bij onze lineaire verband met delta I gedeeld door delta X, begin ik ook altijd bij het laatste punt. En dan krijgen we x I is 3, 4 plus t maal 2, 2. Wat kan dit dus nog meer zijn? 1, 1. En min 1, min 1. En... Als deze twee maar hetzelfde zijn, dat is allemaal goed. Dus het zou ook 3, 3. Het zou ook 3, 3 kunnen zijn. Hebben we hem? Ik laat hem altijd zo staan. Hè, hebben ze dat hier niet gedaan? Ja, that's it. Dat is moeilijk, hè? Toch? Vectorvoorstelling van de lijn. Ja? We gaan naar opgave B. Want die hadden we ook nog. En daar vragen ze, onderzoek of het punt A 27,28 op lijn L ligt. Oh, hoe doe ik dat dan toch? 27,28, dat is punt A, of die op deze lijn ligt. Jij hebt een idee? Dan kun je die parameterbordje in gebruiken. Ja? Want wat is de parametervoorstelling hiervan dan? X is 3 plus 2, 2. En dan doen we netjes 2, 2 opschrijven. Dat is inderdaad onze parametervoorstelling. 4 plus 2, 2. Dus ook niet moeilijk gaan zitten doen. Ziet iedereen hoe ik hier aan kom? Hè?
gewoon de x-regel en de regel op de hoogte van de y. En dan? Dan kun je de x en y en ik kan invullen. Nou. Hier staat een x. Dus daar vul ik de x-coördinaat op in. Dus 27 is 3 plus 2t. Wat kan ik dan uitrekenen? De t. Oké, 3. Ga naar de andere kant. 24 is 2t. Oftewel t is 12. En dan nu. Kan ik ook die andere doen, maar het kan makkelijker. Want ik kan hier natuurlijk 28 opschrijven en dan ook t uitrekenen. Kan het makkelijker? T moet 12 zijn bij de hoogste. Als het klopt, dan moet t 12 zijn. Dus als ik hier 12 invul en er komt 28 uit, dan ligt die erop. Dus ik krijg 28 is 4 plus 2 maal 12. 28 is 2 keer 12 is 24. 24 en 4. 28 klopt. Dus A op. Is het lijn L? Weet ik niet. Zal wel, hè? Ja? Ik snap niet wat die twee formules met de lijn te maken hebben. Dus gaan we dat doen. Dit is hetzelfde als wat hier staat, alleen dan een regel voor de x. En een regel voor de y. Wat is dat precies? Gewoon een parametervoorstelling. Zo noemen we dat. Zal ik hem hier even bij gaan schrijven? Ja. Ja? Hebben we dit? Oké. Heb ik nog twee dingetjes? Want het laatste onder het voorbeeld, dat heb ik al gezegd, hè, wanneer ze evenwijdig zijn. En dan zou ik twee opgaves even samen doen, want dan kan je daarna alles zelf maken. En de eerste is opgave 35a. Gegeven zijn de lijnen K en L. Om de coördinaten van het snijpunt S van K en L te vinden, substitueer je. Wat is er bij 35 aan de hand? Vertel. Want er is wat bijzonders. Wat is nou het bijzondere? Snijpunt. Nee. Ja. Lijn K ziet er zo uit. Lijn K is een... Hoe heet dat ding? VV. Een VV, een vectorvoorstelling. En lijn L... Dat is onze ouderwetse lijn. En dan moet ik hier de snijpunt uit maar rekenen. Ja, ja. Vind je niet zo grappig? Nee, hè? Want normaal deed ik, als ik ze allemaal ineens had, deed ik ze aan elkaar gelijk stellen. Maar dus K hoort bij L? Nee, ik moet het snijpunt hebben, want het zijn twee verschillende lijnen. Snijpunt hebben tussen die en die. Kun je misschien t uitdrukken in x en dan de parameter van y pakken? T uitdrukken in x hoor ik jou zeggen. Ja. Ik heb in ieder geval, dit is de parametervoorstelling. Ja. En jij wilt t uitdrukken in x. Dus dan doe ik hem zo, hè? Nee, x, daar sta je. X min 1 is min 3t. Alles delen door min 3. Plus 1 delen. En wat wil je daar dan mee doen? Die dan invullen op de y. Dat bedoel je toch? Ja, want die gelijk staat met andere. Dan kun je dan eigenlijk niet gewoon de bovenste lijn gebruiken. Even wachten hoor, even deze afmaken. En dan wil je die gelijk stellen aan die. Ja. Dat kan. Zo. Maar. Het kan makkelijker. Maar dat geeft niet. Het kan. Ja, als jij op een toets zit en je snapt het op deze manier, helemaal prima.
idee, want ik hoorde jou zeggen, kan ik niet. Oh, nee, was het. Oké. Iemand anders een idee, makkelijker. Kunnen die lijn nog omschrijven of zo? Deze lijn omschrijven? Ja, of die andere. Ja, maar dat is echt, hij heeft hem ook omgeschreven. Ja, dat is allemaal makkelijker. En dan... Maar wat we een tijdje geleden deden, dat je dan allebei keer iets doet, waardoor je... Stelsel oplossen bedoel je? Ja. Ja, onder elkaar zitten. Maar dan heb ik ook die en die. Ja. Tristan, heb jij een makkelijkere? In principe is min 3t gewoon de... Datzelfde als de... dat... De leeftijdscoëfficiënt van k. Heb je min 3 en 1. Dat is toch ook x is ook min 3 en 1. Richtingscoëfficiënt, die doen we volgende keer. Want het is niet letterlijk min 3 en 1. Maar daar komen we nog op. Jullie weten het niet een makkelijkere manier? Wat stelt dit voor? Nou, die groen die doet het nog goed, hè? Kijk hoe blauw het doet. En wat stelt dit voor? We gaan het gewoon invullen. Ja, maar dat maakt niet uit. Hij snapt het op die andere manier. Even kijken hoor, dus ik vul op de plaats van de i 2 plus t in. Op de plaats van de x vul ik 1 min 3 t in. Min 28. Ja. Nou, even kijken. Die gaat deze door 13t. 4 min 28 is min 24. Nog eens 2 ervan af is min 26. T is min 2. Ja, goed hè. Ik ben ook lekker smal, dus ja. T is min 2. Wat weet ik dan? Ja? Heb ik nog geen snijpunt, hè? We kunnen gewoon invullen. Ja, x is 1 min 3 keer min 2. Oftewel, min 3 keer min 2 is min 6. Plus 6, pardon. 1 plus 6 is 7. En i is 2 plus min 2. Oh, dat is lekker duidelijk. 0. Het snijpunt. 7,0. Zou die hetzelfde op hebben geleverd? Ik denk eigenlijk dat het matrijf wel meevalt. Dat het om het even is. Dus kijken. Wat is er bij het laatste signaal? Ik vond het nou, bij de i. Min 2 ingevuld. Wat hadden we? Bij allebei. 2 1 derde. Min 1 derde x. En die moest ik gelijk stellen aan die, hè? 4x min 28. Is 2 1 derde. Eeuw, zit breuken in. Eeuw. 4 1 derde x is 30. 7 keer 4 is 28. 7 keer 1 derde is 7 derde is 2. 1 derde, nou kom maar uit hè. Ik heb nou even de manier van Sam gedaan. Komt ook op hetzelfde uit. Nou, ik zie eigenlijk dat de kwartijd eigenlijk best wel een beetje hetzelfde is. Ja. Sneller zelfs. Je mag kiezen. Ja? Welke je zelf het makkelijkst vindt. We doen nog een opgave samen. En dat was opgave 37. Waar is die gebleven, mijn 37? Oh, hier. 37a. Huppatee. Zal nou van het huis werken, hè? 37.
staan. Hé, dames en heren. 37. Heren. Dit was van het huiswerk, hè? Neem hem zo meteen even over. 37a is ook van het huiswerk. Ja, dus schrijf hem mee. Nou, wat vragen ze bij 37? Gegeven is de lijn K. Oh, als een parametervoorstelling opgeschreven. Door bij het stelsel x en y de variabele t te elimineren, krijg je een vergelijking van k. Vermenigvuldig daartoe de bovenste vergelijking van het stelsel met 5 en de onderste vergelijking met 2 en tel de vergelijkingen vervolgens bij elkaar op. Doe dat. Vandaar dat we hem ook even samen doen. Kijk wat ik heb gedaan. Ik heb ze eerst overgeschreven. En ik heb i is 1 min 5t. Dit is de opgave die in het boek staat. Ik moest de bovenste keer 5 doen en de onderste keer 2. Waarom? Dan vallen mijn t'tjes weg. Dat is een beetje jouw kant op, hè? Dus ik krijg 5x is 20 plus... Oh, ik moet hier ook keer 5 doen. 10t. En hier krijg ik 2i is 2 min 10t. Moet ik ze bij elkaar optellen of van elkaar afhalen? Optellen, want dan vallen de t'tjes weg. Dus ik krijg 5x plus 2i is 20 plus 2 is 22. En plus 10t min 10t, dat is 0. Dus die vallen weg. Met andere woorden, mijn lijn K is nu dus 5x plus 2i is 22. En zo kan ik van een vectorvoorstelling of een parametervoorstelling naar onze gewone ouderwetse lijn. Ja? En dat is weer makkelijker dan hoe we het hier hebben gedaan. Je mag altijd zelf kiezen wat je wilt. Snappen jullie waarom dat ik 37a ook eventjes voor heb gedaan? Ja. Oké. Okay. Wat moet je maken als huiswerk? 27 hebben we al gedaan. 28 tot en met 37. Let op, 35a en 37a hebben we al gedaan. En 34, die hoef je niet te maken. Nou, hoeveel tijd hebben we nog? Nog een half, zo, wel meer dan een half uur. 3 kwartier hebben we nog. Volgens mij moet je hem aardig af kunnen krijgen. Ja? Ga aan het werk.